halen. Gewoon weer eens naar de huisarts. Heel graag willen ze naar school. 3 jaar geleden verloren Steven en Joke hun zoontje Max aan een virusinfectie. Hier in Nederland is dat vrij uitzonderlijk. Maar in de derde wereld sterven kinderen dagelijks aan dit soort infecties. Uit naam van hun zoontje proberen Steven en Joke nu met de stichting Max daar wat tegen te doen. Max Lepolen overleed onverwacht aan een virusinfectie toen hij 8 maanden oud was. In de derde wereld overlijden dagelijks tientallen kinderen aan virusinfecties omdat ze geen schoon drinkwater hebben. We wouden toch proberen iets positiefs laten voortkomen uit zo'n vreselijk verlies. En iets moois laten voortleven in zijn naam. En daarom hebben we dus Stichting Max opgezet met als doel om kindersterfte te bestrijden. Nou, en dat hebben we dan uiteindelijk gedaan via waterputten in Bangladesh. Dat werkt ook echt. Zeg maar, mensen die vertellen over dat ze een waterput hebben en dat nu ook echt ziektes er niet meer zijn. Inmiddels heeft Stichting Max 360 waterputten geslagen. 1 waterput kost €450. De lokale gemeenschap draagt er zelf €100 aan bij. En op de put komt de naam van de Nederlandse donateur te staan. Het lijkt misschien een beetje on-Nederlands om te pronken met je naam daar. Maar dat hebben we nu ook weer gezien toen we in Bangladesh waren. Die mensen daar, er is niemand die naar ze omkijkt. En als zij weten dat er een familie Jansen uit Purmerend zich bezig heeft gehouden met hun lot, dan vinden ze dat geweldig. Voor Joke en Steven speelt in hun achterhoofd altijd mee dat ze de mensen helpen uit naam van hun zoontje Max. Je ziet daar dus allemaal hele vrolijke kindjes rondlopen. En kijk, uiteindelijk had ik ook gewild dat Max daar rondliep. Maar het voelt ook wel heel goed. Wat het stel vooral is bijgebleven is de reactie van de mensen toen ze hen vertelden waarom Stichting Max ooit is opgericht. Mensen vinden daar natuurlijk ook vreselijk om een kind te moeten verliezen. Dat is een Bengaals spreekwoord, is dat niet zo zwaar weegt als je eigen dode kind in je armen. En je ziet dat het mensen raakt. En op 2 plaatsen gingen de dorp waarmee we aan het praten waren spontaan, zeiden ze van laten we even een moment stilte in acht nemen voor Max. Omdat we meeleven met jullie verlies. Terwijl wij er juist kwamen om hen verder te helpen. Nu lag het niet meer aan jou, hè? Joke en Steven hebben inmiddels 2 gezonde zoontjes. Ja, en wilt u meer weten over de Stichting Max? Kijkt u dan op onze website www.vierinhetland.nl. Er dreigt een ernstig tekort aan klokkenmakers. Mannen en vrouwen die de kennis en het geduld hebben om urenlang te prutsen aan radertjes. Van een grote Friese klok tot het allerkleinste horloge. Er is nog maar 1 vakschool voor uurwerktechniek in Schoonhoven. En daar zijn de meeste werkbanken leeg. De tijd heeft het beroep klokkenmaker geen goed gedaan. Waren er in de jaren 60 nog volle klaslokalen, dat is nu steeds verder naar het noorden op